Dit verhaal gaat over een spannend avontuur van een tweeling, Tom en Treintje. Tom en Treintje vinden zelf dat ze de leukste en grappigste vader ter wereld hebben. Die avond voordat ze gaan slapen, vertelt hij ze dit keer geen grappig, maar een best spannend verhaal. Stop het zwaard terug in de steen! Over een oude sjeik die woont in een paleis in een ver land. Dat was het. Rond middernacht worden Tom en Trein wakker van een piepende slaapkamerdeur. Wel trusten, jongens. Niet veel later gaat de deur weer open. Haha, leuk hoor, pap. Maar het is niet hun vader. Tom en Treintje worden ontvoerd door vier enge mannen. Ze krijgen een heel sterk slaapmiddel toegediend, waardoor ze niet weten waar ze naartoe worden gebracht. Tom en Treintje worden wakker in een heel groot paleis. Maar het is geen paradijs, dat lijkt al snel. Paas, we hebben twee liefde. Ze zijn gezond en kunnen heel lang werken. Jullie moeten 16 uur per dag in dit paleis werken. Jullie krijgen 5 centimeter brood en een half glas water. En als ze dat niet doen, krijgen ze niks. Krijgen we nu onze loon? Ja, het komt goed. Laat ze werken. Ze worden naar de keuken van het paleis gebracht, waar ook al andere jonge meisjes aan het werk zijn. Ik weet zeker dat ze vandaag geen brood krijgen. Ik heb honger. Ik heb water nodig. Waarom moet ze toch altijd zo hard werken? Weet ik niet. Rust naar binnen. Aan het werk. Hier is de keuken. Zijn er nog meer meisjes? Hoe lang zitten jullie hier al? Een anderhalf jaar. 3 jaar. 5 jaar. 4 jaar. Geen gezeur. Aan het werk. Dit is toch niet normaal? Inderdaad. Hoe komen we hier weg? Dat proberen we al jaren, maar dat lukt echt niet. Het paleis is echt zwaar beveiligd. Er zijn hier allemaal camera's. Daar, daar, daar en daar. En dus gaan ook de jaren voorbij voor de tweeling. Ze lijden een uitzichtloos bestaan. Op een dag is de oude sjeik behoorlijk ziek. En iedereen bij hem op de thee. Zelfs de bewakers. Zouden daar mensen wonen met geld? Ja, vast wel. De bodycards zijn weg. Kom mee. Hey, huizen. Zullen daar mensen wonen? Ik denk het wel. Help. Wie zijn jullie? Ik ben Tom en we worden achterna gezeten in dit Treintje. We zijn ontvoerd. Wat erg. Ik ben Rick de Rijke. Kom binnen en vertel het verhaal. Jullie zien er ook wel uitgehongerd uit. Willen jullie een boterham? De tweeling is zo uitgehongerd dat ze eerst een goed belegde boterham krijgen. Met pindakaas nog wel. Dan vertelt Tom het hele verhaal. Van ontvoering tot aan de ontsnapping. Rick de Rijke schrikt er enorm van. En ze zitten allemaal daar in het paleis. Dat meen je niet. De sjeiks, mijn buren. Ja, we gaan die sjeiks in de val lokken. Ik heb al een plan. Ze bedachten een plan om de gierige sjeiks uit hun paleis te lokken. Met een wedstrijd waar veel geld te winnen is. Ze werden uitgedaagd zich zo rijk mogelijk te kleden. En win 10 miljoen euro. Daar gaan we echt aan meedoen. In de tussentijd heeft Rick de ontvoerders omgekocht met heel veel geld. Maar dan wordt het spannend. Zouden de sjeiks het doorhebben dat ze in de val worden gelokt?
Later pakt de Arabische politie ook de ontvoerders en de vrouwen op wegens medeplichtigheid en ontvoering. De andere kinderen die in het paleis werkten, werden bevrijd. En toen een treintje konden met geld van Rick de Rijker weer terug naar Nederland. Ja! Ik zal nooit meer spannende verhalen voorlezen voor het slapen gaan. Leeuw!